mag ik een unaniem boe horen voor Marco Borsato. Rob, je bent weer als vanouds. Helemaal gelijk met die actie van plaat of kappen. Marco Borsato en Bluff, wat ze leuk vinden. Stelletje cultuurbarbaren. Geef ze maar een betere muzikale ontwikkeling, Rob.
Ik begrijp je actie wel. Respect. Ik zat net Caroline en jou te filmen tijdens het beruchte moment. Super Rob Stenders fan. Ik verspreek me. Super Rob Stenders fan Pina Jones vanaf het eerste uur vast ter plekke, maar dan op locatie. Ik was op locatie ter plekke. Yo! Ik vind je geweldig, zou Ronnie Tobe zeggen. En om Caroline Brouwer niet uit te vlakken, Superwoman moet zo lachen om jullie. Het plezier straalt eraf bij jullie. Met deze twee achter de knoppen is het pad geplaveid tot succesvolle uitzendingen. Het kan zo niet mislukken. Iedere uitzending is dan ook weer perfect. Hulde, lof, praise Rob en Caroline. Never change the winning team. Filmpje van het beruchte moment. Is dit, was dit dus. En nou weet ik ook weer waarom ik een tijdje geleden ben gestopt met Radio 2 luisteren. Zo veel reclame. Maar ik heb wel wat gemist, merk ik. Radio 2 heeft een luisteraar terug. Wat ziet mijn oog? Wat ruikt mijn neus? Top 2000? Woef woef! Unbelievable! There they are again. I can't believe they are back. Zo waar als ik Snowy heet. Vrouwtje, mag hij harder? Ik snap dat niet, dat vrouwtje hem niet harder zetten hoort. Het is zo mooi. Is toch heel normaal als je keihard muziek draait naar elfen? Ik snap het niet hoor. Doen de buren ook altijd. En dat is niet eens goede muziek. Dat is kutmuziek. Nou, dan mag dit zeker hard. Ik snap vrouwtje niet hoor. Yo, dat was een kort betoog van mijn hondje Snowy. En nu ben ik weer aan het woord. Oké, ik ga nu naar bed met Rob Stenders van Radio 2. Trusten. Ik ga heerlijk dromen van al die muziek. Ja, dat krijg je als je inslaapt met goede muziek. Waar zou je van dromen dan als je in slaap valt met Ries Roelvink muziek? Nachtmerries waarschijnlijk, maar even niet aan denken. Zie voor al mijn fanmail naar DJ's, ja, artiesten, schrijvers en all that, erwina.nl. Dus voor al mijn fanmail dat ik schreef naar artiesten, kijk je op erwina.nl. Zoals je in beeld ziet staan. En zie omschrijving, clip voor klikbare linkjes en ik ben mijn tekst kwijt. Oké, ik weet de tekst weer. Zie ook omschrijving, clip voor klikbare linkjes en info over deze clip. En wat je dus ziet op erwina.nl is al mijn fanmail verzameld van jaren naar allerlei artiesten. Je kan je lol op, zou ik zeggen. Bloody well right! Zou Supertramp zeggen. But seriously? Zou Phil Collins zeggen. Happy New Year. Zou Abba zeggen. No way. Als ik ook wat mag zeggen, dan zit Supertramp er weer tussen. En dan weer Dr. Phil. En dan weer Abba. Ik kom er gewoon niet tussen. Maar als ik ook wat mag zeggen, you are my public enemy. Welcome to the Pina Jones Dome. Girl, you know it's true. Zou Milli Vanilli zeggen. En zo kan ik nog uren doorgaan. Maar
Dat begrijp je. How dare you? Oh, ga weg, Greta. Mag ik nou eindelijk eens zelf wat zeggen? Komt Greta daar weer tussen? Ga weg, Greta. Ga weg, Greta. How dare you? Dus, voor de volledigheid, check je de omschrijving van deze clip en vooral ook de vastgezette reactie bovenaan. En, enjoy. Smile, zou Pussycat zeggen. Kijk, Frank van 't Hof vindt het ook leuk. Kijk in beeld. Kijk, hier heeft Tropstem dus nou helemaal geen last van, hè? What will people say when they know that I'm a Jesus freak? What will people say when they know about you? Yo, respect man voor op Stenders. Hem maakt het niet uit what people will think of him. Rob Stenders heeft er nou helemaal geen last van, hè? Knap hoor.